Door heel Nederland kun je dierenopvangcentra van de Dierenbescherming vinden. Voor al die locaties geldt dat we verduurzamen heel erg belangrijk vinden. Want we vinden dat onze locaties niet alleen een fijne plek moeten zijn voor de mensen en dieren die er verblijven, maar ook voor de dieren en de natuur eromheen. Collega Edwin gaat je laten zien hoe het nieuwe dierenopvangcentrum in Ede is gebouwd met zoveel mogelijk respect voor dier, natuur en milieu. We zitten hier in een Natura 2000 gebied. Dus betekent dat je rekening wil houden met de omgeving waarin je bouwt. En ja, in dat kader dierenwelzijn en duurzaamheid, dat gaat natuurlijk heel goed samen met elkaar. Dus vandaar dat we het ook belangrijk vinden om als we iets nieuws neerzetten als dierenbescherming, te zorgen dat dat gewoon duurzaam is en klaar is voor de toekomst. Als je in Nederland een nieuw pand gaat bouwen, dan is dat bijna altijd gasloos tegenwoordig natuurlijk, hè, want we willen allemaal van het gas af. Dus dat was hier ook de voor de hand liggende keuze om ook hier in het nieuwe pand van het gas af te gaan. We hebben gekozen voor een aantal warmtepompen. Die zorgen dat het gebouw verwarmd wordt. Wat we eigenlijk toepassen hier in het hele gebouw is vloerverwarming. Die vloerverwarming hebben we ook in de dierverblijven. Dus heeft de hond het koud in de winter, gaat hij lekker op de vloerverwarming hier liggen. Wil hij gewoon omgevingstemperatuur, dan gaat hij aan deze kant liggen. En dan heeft hij daar gewoon omgevingstemperatuur. En in de zomer kan hij dus ook hier op de vloerkoeling liggen en kan hij hier dus lekker koelen. Het dak is opgebouwd uit een sedumlaag, dus daarin wordt natuurlijk sowieso water opgeslagen. Maar kunnen ook dus allerlei in het wild levende dieren voedsel vinden, insecten bijvoorbeeld. En het geeft een extra isolatielaag, hè. Dus in de winter duurt het wat langer voordat het koud wordt in het gebouw en in de zomer duurt het ook wat langer voordat het gebouw weer opgewarmd is. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak te plaatsen. Nou, warmtepompen verbruiken natuurlijk best veel elektriciteit en we proberen eigenlijk dat elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te compenseren door het gebruik van die zonnepanelen. Naast de zonnepanelen hier in Ede proberen we natuurlijk ook al onze andere panden te verduurzamen waar mogelijk. Dat betekent dat we ook onlangs in Gouda ook allerlei zonnepanelen hebben geplaatst in samenwerking met GreenChoice, onze energieleverancier. Ik ben Lonneke Kleinsmit, woordvoerder bij GreenChoice en vandaag ben ik bij het dierenopvangcentrum in Gouda. Hier worden als onderdeel van ons partnership met de dierenbescherming zonnepanelen gelegd op het dak. De groene stroom die zonnepanelen opleveren, die worden hier direct verbruikt in het dierenopvangcentrum. We zijn heel erg blij dat er vandaag zonnepanelen geplaatst zijn bij ons op het dak. Wij hebben altijd hele hoge kosten aan de stroom. En de zonnepanelen kunnen daarvoor zorgen dat we toch meer geld overhouden voor de zorg aan de dieren. We hebben gekozen hier om de gevels uit te voeren in ruw geschaafd doeklassenhout. We hebben ook nog overwogen om dat in een soort kunststofvariant te doen. Maar uiteindelijk, omdat we hier echt in een bosrijke omgeving zitten, gekozen voor echt natuurlijk hout. Dat gaat op den duur natuurlijk helemaal vergrijzen en vergroenen met de bosomgeving mee. En dat zorgt eigenlijk dat het gebouw straks helemaal wordt opgenomen in de bosrijke omgeving waar we hier zitten. We hebben aan de voorzijde van het gebouw hebben we schanskorven geplaatst. Die zijn gevuld met basaltstenen. Zoals je ziet zijn ze vrij grof gevuld. Dus hier heb je de mogelijkheid voor allerlei kleine diertjes om zich in te nestelen. Hier komt straks van het voorjaar nog beplanting in deze strook. En dat gaat dan dus ook in die schanskorven helemaal groeien. En dan krijg je dus eigenlijk een soort levende muur om het hele asiel heen. We hebben in die schanskorven ook vogelhuisjes en insectenhotels verwerkt. Dus ook de vogels die vinden een plekje in de schanskorven. En ook voor de insecten hebben we alvast wat plek gecreëerd, een huisje. Eigenlijk met dit pand zorgen we zowel voor de huisdieren als voor de in het wild levende dieren. Die vinden hier allemaal een plekje. We vinden het belangrijk om de gebouwen van de dierenbescherming te verduurzamen. Want wat ons betreft hangt het samen met klimaat en dierenwelzijn. En we hopen dan ook in de toekomst nog meer locaties verder te kunnen verduurzamen.